kijkers, goeiedag. In verband met de brand op de vuilstortplaats de Ornamibo heeft de vice-president zijn excellentie Michael Ashwin Adin samen met de verschillende actoren een persconferentie belegd op zijn kabinet. Voor u hebben wij de volgende beelden in elkaar gezet. Kijkt u met ons mee. Het is zo dat vanaf het moment dat, dat is zondag, dacht ik, zondag, hoeveelste was dat? 7 oktober, toen de melding binnenkwam bij het korps brandweer Suriname, dat we natuurlijk on the case zijn. Men heeft snel gereageerd, al in de avond een survey gedaan. De volgende dag al in het veld om te werken en de brand aan het blussen geweest. En er zijn standard operational procedures. Dat liggen allemaal in de diverse diensten hun specialismen, dat men precies weet hoe men hiermee moet omgaan. Maar we zien dat de schaal van het probleem natuurlijk is gaan vergroten. En vandaar dat NCCR, onze rampenbestrijdingsspecialist, natuurlijk bij komt kijken. Laat me allereerst dank uitspreken aan onze brandweerliederen onder leiding van de brandweercommandant. Het is onvoorstelbaar de situatie waarin men daar werkt. En dat de mensen voor de samenleving dit kunnen opbrengen is bijzonder. We zijn vandaag zelf met de ministers en een team naartoe geweest voor een evaluatiesessie. We zijn al nu een week, ruim een week bezig en we hebben gemeend om ook on-site 1 sessie, 1 bezoek te zien hoe de voortgang is. Maar de zaak is in beheersing. Maar laat me dus nu alsnog dus de dank uitspreken voor het bijzondere werk dat onze brandweerlieden doen. De bestuursambtenaren onder leiding van de DC. En als je daar bent, ik zeg u, de ogen worden rood. De luchtwegen hebben geen zuurstof. Heel moeilijk. Ik begrijp, het is veel erger wanneer het regent. Onze dank. Gaat u zo door. Het is voor onze gemeenschap, voor het land dat u dit doet. En we waarderen dat helemaal. En we hebben dan ook direct de versnelde acties mogen aanhoren. De totaal vervolg van de planning, de uitvoering die wij tegemoet zullen zien. Ik wil vragen dat laat me direct, ook direct erbij zeggen, wij van de Raad hebben gisteren natuurlijk wat extra middelen erop moeten zetten, omdat we bij de shift van gisteren hebben gezien dat door die schaalvergroting en helaas, doordat er weer wat brand gesticht is, dat hebben we gezegd, nee, dan moeten we wat extra middelen er tegenaan gooien, we moeten op locatie weer gaan kijken, weer een evaluatie plegen om wat aanpassingen te brengen. Dus er is een 500.000 alvast beschikbaar gesteld aan CCR. En we kunnen het optrekken zodra we zien wat die meer middelenbehoefte is. De eerste rapportage moet ik ook direct aangeven, want we hebben gisteren ook een goed gesprek gehad met de rapers. Want dat blijkt, deze branden die gesticht worden natuurlijk. De rapers die daar de kabels verbranden om de koper weg te halen, allerlei soorten van toestanden. We hebben een gesprek gehad met de mannen nadat de politie heeft ingegrepen, dankzij KPS, de minister heeft ingegrepen, ook met mensen van het leger. We hebben de mensen opgetrommeld. We hebben de mensen verzocht, kijk, zij geven aan, dit is hoe we ons brood verdienen. U kunt u niet voorstellen, de mensen hebben soms een huisje gebouwd op zo'n veldstortplaats. Maar dit kan niet zo doorgaan, hebben we aan de mensen aangegeven. Want dit veroorzaakt een calamiteit. U veroorzaakt een ramp als u daar vuur zit te maken en de zaak zit. Dus men moet gaan begrip gaan hebben voor het feit dat we nu hebben afgesloten. En we zeggen nee, het is niet toegankelijk. U kunt niet daar komen om brand te stichten of vuur aan te maken. Dit is de consequentie. En het moet worden op een bepaald moment, als u zo doorgaat, gisteravond nog een brand gesticht, is het niet meer te overzien. Vanuit het ministerie van Justitie en Politie is er vanaf 7 oktober tot heden hard gewerkt door de brandweer. Ja, onder leiding van de brandweercommandant, die à la moment ter plaatse was om leiding te geven aan de mensen. Want je gaat de mensen moeten monitoren, ondersteunen en sturen. Ja, die motivatie moet er zijn.
En dat is ons tot heden gelukt. Nadat er op een gegeven moment was komen vast te staan dat er weer brand werd gesticht. En let wel door rapers die in de nabije omgeving vermoedelijk woonachtig zijn. En diezelfde rapers gepoogd hebben om de brandweerlieden ervan te weerhouden om hun werkzaamheden te verrichten, is de politie derwaarts gedirigeerd. En tot heden, tot nu, en voor zover we nog verder gaan, is de politie ter plaatse. Ook het Nationaal Leger hebben we erbij betrokken om met de mensen samen bezig te zijn. Gisteren zijn er een aantal aanhoudingen geweest. En met de mensen die zijn aangehouden, zijn er gesprekken gevoerd om te komen tot een uiteindelijk besluit. Ik denk nu zijn er ook wederom gesprekken met de mensen om toch wel tot een bepaald punt te geraken. Want het kan zo niet verder gaan. Dat is wat betreft justitie en politie. Wat OWTNC betreft, zijn er een aantal graafmachines ter beschikking gesteld. Gisteren zijn er weer twee erbij gehaald. Nu zijn er twee grote bulldozers op weg. Er zijn ook ondernemers vanuit de private sector hebben hun bijdrage geleverd. En vanuit de rapportage van de directeur van OW is er in samenwerking met het ministerie van NH bezig om 4000 kubieke meter basecores beschikbaar te stellen, zodat de wegen wederom toegankelijk gemaakt kunnen worden, zodat het werk ook van de brandweer vergemakkelijkt kan worden. Er wordt ook zand gebruikt om de brand te blussen. En laat me dit ervan zeggen, we zijn constant bezig. Ja? Ook vanuit het ministerie van NH is er voor gezorgd dus dat de verlichting ter plaatse zal worden aangebracht. De VP heeft nog niet aangegeven, maar het ligt in de bedoeling om dit zo snel mogelijk tot het verleden te doen behoren. Vanuit de ministeries wordt er met hand en tand naartoe gewerkt en ook nog de andere actoren om zo snel mogelijk er een eind aan te maken. Ik denk dus dat we leven er naartoe. We leven er naartoe, let wel, om vrijdag aan te kunnen geven naar die gemeenschap van dus dat zaken weer in de normale proporties is bereikt. Niemand wenst een ramp. Niemand wil dat ook. Maar als het er is, dan moeten we met vereende krachten en met name alle actoren, wat nu zichtbaar is, dat we met vereende krachten proberen om wat nu daar is ontstaan te Ornamibo tot het minimale te gaan beperken. Ik mag u aangeven dat de assistentie van zeker uit de regering, KBS, openbare werken, maar zeker ook de bestuursambtenaren, divers was dat wij vandaag de dag tot heden nu nog bezig zijn om die awareness naar de mensen toe te gaan, om medeleven te tonen. Het is niet makkelijk, maar ik wil u aangeven dat wij door zullen gaan. Net wat de minister heeft aangegeven en VP en de VP, wij streven naar vrijdag dat alles genormaliseerd is. Ook mijn bezorgdheid, zeker naar alle burgers, niet alleen vanuit het district Wanica, maar alle burgers die getroffen zijn. Onze verontschuldigingen. Ik denk dat het een probleem is waarbij wij allen gaan moeten zitten om te gaan kijken hoe wij dit tot de oplossing gaan kunnen brengen. En daar is waar we naartoe werken. Ik dank u. We hebben die melding ontvangen op 7 oktober omstreeks 19:40 uur. Dat wil zeggen ongeveer 8:15. De melding is binnengekomen als een verstortplaats brand. We zijn uitgerukt, onmiddellijk ook. Toen we ter plaatse waren, hebben we met mensen gezien van dat er geen toegang was tot waar die brand was.
Er is een weg, maar die weg zat vol afval. De mensen zijn teruggekeerd vroeg in de morgen, want het was in de avonturen, vrij donker ook. Vroeg in de morgen zijn we wederom uitgerukt naar daartoe. En vanaf die dag zijn we actief betrokken aan dat proces. Wat we gedaan hebben, verkenning natuurlijk. En bij die verkenning is gebleken dat je water ook nodig hebt. Bluswater bij deze. Weet dat we te maken hebben met de parakriek daar in de omgeving. Dichtbij zijn de waterwindplaats. En de getijden die spelen ook een rol daarbij. We hebben eb en vloed. Een ander probleem was om die parakriek te bereiken ook. We hebben een kriekje laten graven in afstemming met de mensen van OE daar. Er was een grafmachine. Die heeft er gegraven, zeker weten, iets van 15 meter vanuit de parakriek. En dan pas hadden we water. Maar net wat ik zei, de getijden gaan parten spelen daarbij ook. Daarna zijn we het veld ingegaan natuurlijk. We hebben een aantal transportslangen gebruikt. We hebben gebruik gemaakt van grootwatertransport, dompelpomp bij deze. We hadden af en toe ook wat pech. Dompelpomp die op den duur defect raakte ook. Maar we hadden andere reserves, die hebben we dan toen ingezet. En vanaf dat moment zijn we continu bezig geweest met andere actoren ook. Want we zagen ergens van dat wij het alleen niet zouden kunnen aangaan. Omdat het gaat om een onvolledige verbranding. Het heeft tekort aan zuurstof. En dan gaat hij veel gepaard met rookontwikkeling. Je manschappen kan je ook niet zomaar sturen op zo'n berg. Zit vol afval en dat soort dingen. Het is aan het branden. Daar beneden kan je een loopvuur hebben. Je is een oven. Je kan zelf doorheen zakken. Het heeft ook voorgekomen waarbij twee van onze manschappen gewoon door het afval. Er was geen brand daar, maar tot het middel is gezakt. En uitgaande van die situatie hebben we gezegd dat we de zaakjes stapvoet zullen aanpakken. We hebben daarbij dan de hulp geroepen van de graafmachines. Verder ook andere actoren in beeld gebracht om ons te voorzien van meelbulldozers. Wat we deden is van het vuil uit elkaar halen. En dat geschiedde door die graafmachines en bulldozers natuurlijk. En wij met het bluswater afkoelen, afblussen. Dat was het proces. Naar onze eigen inzichten en observatie hebben we gezien dat het gaat om twee blokken. Eerste blok hebben we kunnen afronden samen met die graafmachines. Tweede blok waren we eergisteren bezig. En in de ochtenduren, gisteren in de ochtenduren, 12:30, hadden we plotseling een wervelwind. En u weet, een wervelwind gaat gepaard met kracht. En dan maakt hij vacuüm en dan laat hij gewoon stof en dat soort dingen samen met er ook de lucht ingaan. Onze manschappen waren ook daar. En op een gegeven moment kon men ook elkaar niet vinden waar ze zijn, waar ze waren. We moesten ons terugtrekken, vandaar dat u zag ook 's morgens dat er veel brandlucht ging overal. U weet, we zitten in een grote droge tijd ook. Er hangt mist elke morgen. En dan praat je over smog op den duur, waarbij dan gemengd is met brandlucht, etc. Er komen allerlei gassen ook vrij, waardoor die rook zwaarder wordt, die mist ook zwaarder wordt, dan blijft die langer hangen in de omgeving. Dat is het probleem geweest van, dat van de omgeving ook. Toevallig woon ik ook in die omgeving, dus ik ga ervan praten ook. Wat we nu doen is, qua materieel enzovoorts, meer laten aanrukken ook in afstemming met overige actoren. Er komen meer bulldozers, gisteren hebben we een graafmachine bij gehad. Daarnet conform rapportage die ik gehad heb, heeft men aangegeven dat er nog een graafmachine bij is gekomen. Later op de dag verwachten we zeker weten twee bulldozers en een pomp ook. En dan gaan wij samen, en u heeft het al gehoord, er is een ICS. En dan gaan we samen in overeenstemming samen dan zaken aanpakken. Waarbij we in linie, want dat zal die strategie zijn,
een linie de bulldozers, graafmachines zullen opstellen. En dan wij als KBS'ers dan dat zaakje zullen afkoelen en afblussen. Om alleen maar terrein te winnen, dat we zien dat we vooruit gaan boeken. Dat is het. Het gaat niet vandaag gebeuren. We gaan ons uiterste best doen, want daarvoor is die brandweerorganisatie er. Die organisatie is er voor die samenleving. En die boys en die dames die we hebben, die zijn er ready voor. Ik wil wel een beroep doen van deze plaats uit. We zitten naar die samenleving toe. We zitten in die grote droge tijd. En wat wij veel merken, opmerken is van dat er heel wat grasbrandmeldingen, erfvuilverbrandingen en dat soort meldingen binnenkomen. Dat betekent dat die fysieke belasting naar de mensen toe veel groter wordt. Als nu ergens een woningbrand is, want al die voertuigen zijn uitgerukt. Als het daadwerkelijk een woningbrand is of wat anders, dan hebben wij een probleem. En we proberen zoveel mogelijk, zeker weten, onze PR-afdeling die is heel actief bezig om voorlichting te geven op dit gebied. En men vraagt steeds en doet het beroep op stop met vuilverbranding. Want wat we nu zien gebeuren, is hetzelfde proces ook. Want daar komen ook die gassen vrij die niet goed zijn voor je gezondheid. Dus laten we daarmee rekening houden. Ik vraag die samenleving bij deze ook, dat ze daarmee stoppen. En dat wat gedaan moet worden nu, dat bij ons zeker weten hoge prioriteiten heeft. Wat het gaat om die samenleving in dat gebied, zeker weten, die heeft gewoon echt prioriteit ook. En dit is een calamiteit op een veel hoger niveau. We zijn ready voor om die job te klaren. We gaan ons uiterste best doen. En laten we hopen dat we samen dat ding kunnen afronden zo snel mogelijk als het kan. Misschien mag ik zo starten, VP, dat wij gemerkt hebben dat er in zijn algemeenheid voor wat betreft de aanpak van zulke grote calamiteiten, wij een stukje evolutie meemaken. En dat betekent dus dat we niet zo lang geleden hebben wij een training verzorgd en misschien mag het toeval heten, in het district Wanica, waarbij de DC met haar team en alle overige actoren een training hebben gehad hoe ze zouden moeten optreden in zulke gevallen in hun district. En we merken inderdaad dat dat heel goed heeft gewerkt, omdat vanaf het begin natuurlijk NCCR niet per se erbij hoefde te zijn, omdat dus de zaak zoals het in principe hoort te gaan is aangepakt. Ik wilde die opmerking toch wel even maken, omdat het van belang is. En ik vaak heb gemerkt dat vooral in de media, zodra er iets is, wordt er direct gegrepen naar wat doet NCCR en hoe gaat NCCR om met dat ding. Terwijl het eigenlijk goed is dat het commissariaat zodanig is georganiseerd dat zij als eerste de verantwoordelijkheid hebben en daarna bij opschaling het verder gaat naar andere actoren, waaronder dus het NCCR. Wat dat betreft wil ik zeker een pluimpje maken aan het bureau van de districtscommissaris van Wanica met het team, met het hele team, uiteraard. Vanaf het begin is het dus zo dat wij vanuit het NCCR belangstelling natuurlijk hadden voor wat gebeurt er en wat is precies aan de hand. Er zijn evaluaties geweest en gehouden en assessments. We hebben de districtscommissaris en de overige organisaties die toen bezig zijn, of die tot nu toe bezig zijn, van advies voorzien. Zeker met betrekking tot de aanpak en hoe dat moet. En natuurlijk heeft NCCR ook haar infrastructuur in werking gebracht. Zeker met betrekking tot de aanvulling, de benodigde aanvulling die noodzakelijk was op het gebied van zware equipment, heavy equipment en uiteraard pompen die zullen worden aangeleverd of die zijn aangeleverd en die moeten worden ingezet om dus te helpen. En het gaat in deze naast de pompen reeds van de brandweer om grote pompen die onder andere in het binnenland worden gebruikt bij zoals ze noemen de soigi-spoiti activiteiten. Het zijn erg heavy-duty pompen die dus heel veel water kunnen verplaatsen. De
Een van de grote problemen van dit soort grote pompen is natuurlijk de toegankelijkheid tot water. En ik denk dat de commandant van de brandweer eens heeft aangegeven de moeizaamheid en het probleem om dus water in grote hoeveelheden te vinden, zodat dus deze werkzaamheden makkelijk kunnen worden uitgevoerd. Maar daar gaan we dus ietsje later op terugkomen. Verder heeft NCCR tot op dit moment de zaak vanuit, niet alleen vanuit de plaats waar de calamiteit zich voordoet bekeken, maar is natuurlijk ook wel met veel belangstelling gekeken naar de effecten die onder andere de rook die ontstaat vanwege de brand en de verplaatsing van de rook naar vooral bewoonde gebieden. Dat is dus gemonitord en het is in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. En ik denk dat daarover straks een detailinformatie over wordt gegeven. Dat is natuurlijk voor NCCR ook heel erg belangrijk om te kijken naar mogelijke vervolgacties als de data die die vrijkomt natuurlijk dat zullen vereisen. En dat is een van de activiteiten die wij hebben gedaan. En het gaat dus niet alleen om mensen, maar het gaat ook dus om mens en dier. Dat we dus kijken naar hoe eventueel die aanpak zal moeten plaatsvinden. Op de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken voor de DC, bestuursdienst, die mij vanaf die zondagavond dus heeft ingelicht. Je moet weten dat ik ook buurtbewoner ben en dus direct die avond bij thuiskomst werd geconfronteerd met die rook dat daar hing. We hebben vanaf dat moment constant ook met de andere collega's geprobeerd de zaak zo goed als mogelijk te monitoren. Ik denk dat al de volgende ochtend collega Pengel naar daar is getogen. Dat was dus die maandag. En vanaf dat moment, zeker in samenwerking met de brandweer, zijn een paar maatregelen getroffen. Ook waarderen natuurlijk aan de brandweer, die daar ook 24 uur bezig is. Wat betreft het ministerie van regionale ontwikkeling kan ik u aangeven dat we dus samen met de DC bestuursdienst zoveel als mogelijk, laat maar zeggen, samen met de andere actoren de zaak tot het minimum wat betreft last en ook de monitoring daarvan hebben geprobeerd dat te doen. En ook op een gegeven moment dat we steeds meer vanuit de samenleving klachten kregen dat eigenlijk de omvang niet alleen zich heeft beperkt tot houttuin en omgeving, maar dat ook de rook werd waargenomen, althans de geur werd waargenomen in andere delen van Paramaribo. We dus ook wat dat betreft de andere DC's op scherp hebben laten zetten. En in geval van dat het nodig zou zijn, dat ook daar de bestuursdienst van dienst zou zijn. Wij blijven natuurlijk de bestuursdienst, de DC's, de mogelijkheden bieden, zodat ze verder aan dit proces, waarin wij allemaal zijn geraakt, dat we die ondersteuning blijven geven aan de meer gespecialiseerde diensten. We zijn ons gisteren gaan oriënteren ter plaatse. We hebben alle ondersteuning gehad van DC Hankers. Bedankt daarvoor. We zagen een vermoeide DC die toch met ons het veld in wilde gaan. We hebben een aantal mondkappen uitgedeeld om de mensen, we hebben ze geadviseerd, dat kunnen ze gebruiken als ze rode ogen hebben, als ze ademhalingsproblemen hebben, als er veel rookoverlast is. We hebben de RGD-polies van Houttuin, Lelydorp en Latour
gevraagd de mensen tot 11 uur 's avonds te behandelen bij eventualiteiten. Daarna kunnen ze natuurlijk gebruik maken van de wachtdokter of van de SIH. Het BOG heeft rapportage gehad over de klachten ten gevolge van rookoverlast en dergelijke. Vanaf vrijdag hebben we dus onze event-based surveillance ingezet, wat inhoudt dat er gebeld is geworden door de afdeling epidemiologie naar de artsen in de omgeving om informatie in te winnen over de patiënten die zich hebben aangemeld met gezondheidsklachten in, in dat gebied. Verder hebben we dus ook milieuinspecteurs het veld ingestuurd om in kaart te brengen welke de risicogebieden er zijn. Natuurlijk is het niet direct preventief, maar we moeten dus de situatie blijven monitoren. En we hebben dus afgesproken dat de in eerste instantie de surveillance, waarbij we dus de artsen die in dat gebied werkzaam zijn, zullen blijven bellen. In de periode nu tot en met eind december 2018. En als het nodig is, zullen we dat dus continueren. Waarom doen wij dit? Omdat wij niet precies weten hoe lang mensen nog een impact kunnen hebben van deze situatie. Wij zullen dus dat blijven monitoren. Verder hebben wij dus ook gepland om de hulpverleners die op de spot aanwezig zijn, de brandweerlieden, de bestuursambtenaren, dat er afspraken komen om hun gezondheid dus ook in deze periode te monitoren en waar nodig de juiste adviezen te geven. De eerste klachten of de eerste melding gehad op donderdag 9 en dat betrof een aantal kinderen die dus last had van braken, misselijkheid, keelpijn. De kinderen die ademhalingsproblemen hadden, kindje met bronchitis, die is opgenomen. Ander kindje dat astmatisch is, is opgehaald. Vrijdag waren de problemen er nog steeds en toen hebben wij als ministerie dus de opdracht gegeven om de scholen te sluiten. Gisteren was de rookontwikkeling eigenlijk nog veel erger en het heeft zich verder uitgebreid. Niet alleen naar de scholen in Houttuin, maar ook verder. Tot Ufoweg en zelfs naar Noordpool en andere gebieden zijn de scholen dichtgegaan. Er zijn ook de VOJ-scholen vanwege de rookontwikkeling. Vanmorgen waren we in het gebied, ook onder begeleiding van DC Hankers. En zowel bij de lagere school, dus OS Houttuin 1, was het volledige schoolteam aanwezig en enkele kinderen. En ook bij het VOJ Houttuin. Daar was de rookontwikkeling van morgen niet zo ernstig. Maar we hebben toch uit voorzorgsmaatregelen, gelet ook op de activiteiten die zich nu ontwikkelen, besloten om de scholen tot en met vrijdag dicht te houden in dat gebied. Waarom? Het is heel erg afhankelijk van de weersomstandigheden. En als het weer omslaat, dan kan de rookontwikkeling weer veel erger worden. We hebben de mondkapjes die we dus gekregen hebben van minister van Volksgezondheid en via de DC verder verstrekt zijn, ook gegeven aan de kinderen. We hebben uitgelegd hoe ze het op moeten doen, ook bij de hele kleintjes. En aangegeven waarom dat zo belangrijk is. Ik heb ook de vergelijking gemaakt, zeg van ja, we zijn nu heel in een moeilijke situatie dat we deze mondkapjes op moeten doen. Om jezelf te beschermen. Maar dat er wel landen zijn in de wereld waar mensen dat elke dag moeten doen. En ik heb mijn naam genoemd, Shanghai en Indonesië. Waar de mensen elke dag last hebben van smog. Eigenlijk om de kinderen bewust te maken van het is een wereldprobleem. En we moeten dus ook anders omgaan met vuil en ons afval.
En zeker de VOJ-leerlingen, die hadden daar wel oor voor en die konden ook al direct een bijdrage leveren. Ik denk dat het goed is. We hebben dus nogmaals als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur beslissing genomen om de scholen te sluiten. Ik denk dat daar waar de peuterscholen zijn en crèches, dat het heel erg belangrijk is dat die ook voorlopig dichtgaan als ze in die windrichting liggen. Omdat de hele jonge kinderen natuurlijk nog veel vatbaarder zijn voor luchtwegproblemen. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat inderdaad die samenwerking tussen de artsen en de crèches, de peuterscholen en zeker de kinderen op de lagere school, dat die heel erg geïntensiveerd wordt. Dat was de situatie schets met wat vooruitzicht. Ik wil dat ook concreet toch de directeur vragen, NCCR en de commandant, brandweer, om ons concreet in enkele stappen aan te geven wat de rest van de uitvoering nou inhoudt. Er is al een concreet datum gesteld, vrijdag, dat we de zaak onder controle, dat is de inschatting die we hebben, aan de hand van alle materiaal dat aangerukt is, alle manschappen die er zijn en alle acties die geprojecteerd zijn. Als u dat kunt voorhouden, dan weet de gemeenschap bij deze dan ook wat u met hen kan verwachten. Ja. Ik ga dus alvast aangeven wat we voornemens zijn te doen, de plan van aanpak, plan van verdere aanpak. En dan vraag ik natuurlijk aan de commandant brandweer om daar aansluiten natuurlijk het gedeelte van de directe aanval op de brand zelf mee te nemen. Zoals wij eerder hebben gezegd, is er een ICS geïnstalleerd en dat houdt zoveel in dat de diverse hoofden, dan wel vertegenwoordigers van actoren en instanties die dus bezig zijn op de site zelf, dat er op twee momenten een coördinatiemoment is. Eén in de ochtenduren en één in de middaguren. En natuurlijk zoveel als noodzakelijk, als de situatie zich verandert, dan zal dus natuurlijk zoveel als de situatie dat verlangt, zullen wij dus coördinatiemomenten hebben. Dit helpt ons om beter en gecoördineerd optreden te bewerkstelligen. We willen op twee niveaus tegelijkertijd het een en ander aanpakken. Het eerste niveau is dat er zeker door de brandweer, en daar kan hoogstwaarschijnlijk de commandant brandweer misschien een beetje meer in detail op ingaan, dus willen wij veiligstellen, watervindplaatsen, dus dat we zeggen de plaatsen waar de pompen het water kunnen zuigen, om dat natuurlijk te distribueren op de brandhaarden zelf. En tegelijkertijd zullen wij op een smart manier proberen om te gaan met het aanwezig materiaal. Dus met het aanwezig materiaal gaan we proberen om, omdat de brand eigenlijk niet meer op het maaiveld zich bevindt, maar de brand is eigenlijk onder het maaiveld, waardoor je activiteiten moet doen op het maaiveld zelf om bij die brandhaarden te komen, om dan te spuiten en daarna zand te kunnen gooien. En dat alles wordt op dit moment, het wordt dus nu aangevoerd, zand wordt aangevoerd, waterpompen, watervindplaatsen, etc. Dus dat is de eerste activiteit die plaatsvindt. En tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het ontsluiten van het gebied, middels ook het maken van toegangswegen, omdat het voor de brandweer natuurlijk belangrijk is om, als er een brandhaard is, om bij die brandhaard te komen, moet je natuurlijk, om die brand te bestrijden, moet je natuurlijk erbij kunnen komen. En in die omstandigheid van waar we dus nu zijn, is het eigenlijk een hele moeilijke job om die infrastructuur aan te leggen. Dus die twee zaken vinden op dit moment, zullen op dit moment plaatsvinden. En dat zal dus gecoördineerd worden door alle partijen die daar zijn, zodat we met z'n allen weten wat wie precies moet doen. Ik moet ook zeggen, vicepresident, dat had ik dus eerder nog niet aangegeven, want dat is net aan mij doorgegeven,
dat er een, via de lucht, via een helikopter, zullen wij een assessment survey doen samen met iemand van de brandweer, iemand van de bestuursdiensten, etc. Om dus precies een beeld te hebben van waar precies de branden zijn. En op basis daarvan, met de kaarten waar wij over beschikken, een directe aanvalsplan zullen kunnen maken. Dit alles willen wij bereiken. We hopen dat de weerschoden ons fortuinlijk zijn. De minister die kant gaf al aan dat we misschien een beetje moeten bidden. Misschien moeten we meer bidden. Maar we hopen, en de meteodienst hebben dus ook gevraagd om ons aan te geven wat de verwachtingen zijn. Ik moet zeggen dat we niet erg optimistische berichten van de meteodienst hebben gehad. Dat het dus heel binnenkort hard gaat regenen. Maar we hopen dat we dus inderdaad veel regen zullen kunnen krijgen die dat ook een bijdrage zal kunnen leveren om in elk geval dit snel aan te kunnen pakken. En als laatste, VP, met betrekking tot, wil ik toch nog aanhalen dat er door diverse autoriteiten reeds naar de mensen, de bevolking in de diverse gebieden is gegaan. En ik denk dat er een, de mensen krijgen dus instructies, ze krijgen hulp vanuit de diverse verantwoordelijken. Ze krijgen neuskappen om zichzelf te beschermen. Maar ik doe vanuit NCCR echt wel het beroep op ieder om ook een stukje op basis van eigen verantwoordelijkheid niet te blijven in de buurt wanneer er zoveel rook is dat je dus natuurlijk veel problemen gaat krijgen. Maar dat je, ook al is het voor tijdelijk, even een ander heen komen zoekt. Zodat dus de situatie weer, wanneer de rook is weggetrokken, dat je dus weer terug kan komen. Want anders is het alleen maar een groter probleem. En de opmerking van het water, ik weet niet als dat nog door iemand gaat worden gedaan, maar anders wil ik het doen. Dat dus als er in dat gebied zijn er nog, volgens de informatie die er is, zijn er nog mensen die gebruik maken van vaten, et cetera, om water op te slaan voor consumptie en eigen gebruik. En ook voor dieren natuurlijk. Als je dus dieren hebt en ze hebben waterbakken, et cetera, dat je dus daarop let dat die neerslag van rook en eventueel as, et cetera, die in dit water terechtkomt, dat je dus de bakken verschoont, dat de mensen het water in de tonnen niet meer gebruiken, wegdoen en dan andere alternatieven zoeken om dus het water te gebruiken. Want, tenminste nieuw water opslaan, omdat het natuurlijk niet goed is om dit water te gebruiken wanneer het dus gecontamineerd is met de neerslag die er komt. Voor wat betreft de aanpak zal dus dat zijn. En zoals eerder is aangehaald, dat is het laatste punt dat ik heb, zullen wij dus de rapportages doen twee keer. Zodra de evaluatiemeetingen op de plaats hebben plaatsgevonden, zullen de rapportages plaatsvinden naar u toe, zodat dus we weten wat is gedaan, wat nog pending is en waar eventueel meer effort in gestopt moet worden. We hebben al eens hulpmateriaal gehad, een kaart, om toch professioneler te werk te gaan samen met de andere actoren. Op dit moment is die brand hier. Er is veel rookontwikkeling in dit gebied hier. Hier is de Parakriek. Dus wat we zijn bezig te doen is de bereikbaarheid van dat water te vergemakkelijken om een kreekje dan te laten graven. En dat gaan we zeker weten om de 300 meter, om de 300 meters laten doen. Alleen dat we dichterbij kunnen komen bij die brandhaarden. En heb al eerder gesteld ook, de machines die gaan we boven wind opstellen natuurlijk, niet tegen de wind in, anders heb je een ander probleem. Dan gaan we de machines opstellen hier, wij van de brandweer met waterkanonnen. En dan gaan we stapvoets dan de zaken hier uit elkaar laten halen, puin enzovoorts. En dan gaan wij als brandweer dat zaakje afkoelen om het dan tot het verleden te doen behoren. Waarbij we duidelijk zullen zien dat wij terrein zullen winnen. Aan de andere kant, van die kant uit, gaan we ook proberen, afhankelijk van, ik weet niet hoe de situatie er nu uitziet, maar in feite willen we een 90 graden situatie dat zaakje aanpakken. Waarbij we ook hier een aantal van die bulldozers zouden opstellen
met waterkanonnen en zoals eerder gezegd ook afkoelen en afblussen. Dus op die manier. En dan zien we duidelijk de vooruitgangen op dagbasis. Waarmee we wel rekening moeten houden, soms lijkt het alsof het al geblust is, maar door toevoer van zuurstof plotseling dat die begint te smeulen. Dus wat dat betreft gaan we steeds dat proces blijven bewaken ook. Dat heeft u een beeld ongeveer van wat wij gaan doen. En nogmaals, ten aanzien van water zelf, bluswater zelf, zijn we afhankelijk van de parakriek. En de getijden die spelen daarbij een rol. Want bij eb hebben we een probleem met onze pompen ook. Ja, dank u wel, commandant. Niemals is ook aanwezig. Als er vragen zijn, straks kunnen die ook stellen. Die is ook on the case. Slechts een recap. Zoals aangegeven is vanaf zondag wat u allemaal heeft mogen horen van de actoren. Om de zaak zoveel mogelijk te beheersen. We gaan dus nu meer ontsluiten om de brandharen die resteren achterop aan te kunnen pakken. Tegelijkertijd gaat er een pomp naar achteren toe. Begint vanuit de andere zijde de zaak te blussen. Het gaat een dag of twee duren om geheel daar te bereiken. Via drie wegen begrijp ik. Twee, drie wegen om daar naartoe te komen. Zodat het brandweer van de voorkant kan blussen. En de grote pompen dan van de achterzijde. We wensen we dat totaal dan geblust te hebben. Daarom wordt er twee dagen uitgetrokken voor het traject, dubbel traject van pompen en tegelijk ontsluiten. En de twee laatste dagen willen we de zaak totaal onder controle krijgen. We weten dat we de rapers, de bron van het probleem, natuurlijk in ons speaking terms zijn, als we het zo mogen noemen. We hebben wel daar afgebakend met militair, met politie. Om te zeggen, nee, dat kan niet zo doorgaan. Men moet rekening houden dat wij niet willen dat de zaak verder escaleert. Het is nu onder controle en moet onder controle blijven. De zaak van de scholen is al u gemeld. De scholen blijven dus gesloten deze week. Als we in het weekend hebben geëvalueerd, zullen we dan verwachten dat maandag de scholen weer van start kunnen gaan. In de meantime, volksgezondheid natuurlijk, de mondkappen voor de mensen. Als er werkelijk klachten zijn, zijn de polies open tot 11 uur, de drie polies die genoemd zijn. Er worden ook media bedacht. Wat bewustwording, bewustzijn gecreëerd en wij streven dus vrijdag om de zaak geheel genormaliseerd te hebben. Laat mij ook direct aangeven dat er een nazorg zal zijn. We hebben het traject ook al tentatief uitgezet. We zullen doorwerken. Al is er geblust, al is de zaak genormaliseerd. We gaan die toegangswegen maken en we zullen trachten te segmenteren, op te delen, die totale vuistplaats daar, in 200 bij 200 meter. Om toegangswegen, zodat de zaak beheersbaarder wordt in de toekomst. Wat je niet hoopt, dat er toch een brand zou kunnen ontstaan. Dat het direct toegankelijk is, ontsloten is, maar ook beheersbaar in blokken, zodat je direct kan blussen. Dat direct gedaan wordt. Ook dat naar achteren door de wegen, waar de parakriek makkelijker toegankelijk is voor dat heel gebied. Dat de wegen tot daar naartoe leiden. Natuurlijk niet het vuil, maar de wegen wel. En sowieso de duurzame oplossing daarvoor zou zijn, zoals de studie al gedaan is, om een echte sanitary landfill daar neer te zetten aan de achterzijde. Dat wil zeggen een krater met lagen en dan het zand dan steeds blijven, elke dag blijven egaliseren, drukken. Het is een heel systeem. Dat willen we aan de achterkant doen. Dat is duurzamer voor opslag. Er zijn ook investeerders, en dat zou de minister OWTC beter kunnen zeggen, denk ik. Minister Pengel heeft toen twee projectdossiers waar we zeggen recycling ook een optie is. En dan gaat het segmenteren dat we al bewerkstelligd zullen hebben tegen die tijd. Ook een hulp kunnen bieden om dat zaakje te recyclen. Een mooie idee natuurlijk voor energie. Maar we willen het zien. Wat wij nu moeten doen is segmenteren, beheersbaar maken van de situatie, toegankelijkheid. En dat de zaak niet ooit in de toekomst niet mag nog een keer zal mogen geschieden of plaatsvinden. Tot zover het verslag dat wij voor u in elkaar hebben gezet. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende keer.